En het is weer tijd voor interviews door mijn collega, ja, beste man en ondergetekende Jan Stroop. En we gaan het hebben over Creatief Atelier Borne. En dat wordt met een C afgekort met krap. Ja. Ik denk een lekker stukje krap, maar nee, dat was het niet. Goed, met Gerard Scholten en Toon Toen. Welkom. Van een atelier naar een wijkgebouw. Ja, dat klopt. Bevalt dat? Nou, op zich wel. Je bent wel meer mensen onder elkaar. Aan de andere kant verlaat je een atelier. Ja. Wat ook de sfeer van een atelier uitstraalt. Ja. En dat vind ik wat jammer minder. Maar ja, op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo dat je... wij raken een klein beetje op leeftijd, hè. Dus op een gegeven moment moet je natuurlijk ook het atelier ooit verlaten. Ja. En dan moet je zo weinig mogelijk spullen hebben. En we willen het toch nog wel even doorzetten. Ja. Dus de mensen die we hebben, af en toe komt er nog wel één bij. Ja. Is toch wel leuk dat je nog wat kunt betekenen. Ja. Hoeveel groepen hadden jullie daar? In Almeloos? Twee. Oude Almeloosweg, ja. Twee groepen? Nee, eigenlijk drie. Drie groepen? We zaten op dinsdagmiddag en dinsdagavond. En we zaten op vrijdag. Maar hebben jullie die meegenomen hier naartoe? Nee, ik zat op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdag. Oké. En in principe zitten we nu op dinsdagmiddag en dinsdagavond en vrijdag. Okay. Dus dat is wel gelijk gebleven. Oké. Er zijn een paar mensen minder, maar we zitten toch nog altijd op zo'n 15 personen. Ja. Nou, netjes. Wat gebeurt hier wel en wat in je atelier niet gebeurde? Wat zijn de verschillen? Nou ja, is het alleen de sfeer? Of het is vooral sfeer. Want ik moet wel zeggen dat we de dingen die we deden gewoon hierdoor blijven doen. Ja. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. We zitten op dinsdagmiddag, dat was de eerste woensdagmiddag, dat zijn een paar mensen die toch gewoon met portretschilderen bezighouden. En de avond, dat zijn eigenlijk de mensen die altijd kwamen en die altijd gewoon een kunstje deden. Want de meeste mensen zijn er al een tijd. Ja. Ik ben in 2008 ben ik hier begonnen in de wijk. Hè? Ja. En op een gegeven moment hebben we dus de, hoe heet die school ook weer? Heb ik even de naam kwijt. Maar die hebben we gehuurd. Dat beviel ons fantastisch. Maar goed, er zijn appartementen, hè, geworden op een gegeven moment. En toen konden we dus er in de oude Almeloosweg konden we van Alpert konden we dus die oude winkel huren. Maar goed, als je al met al kijkt wat we doen, dan is dat evenredig wel redelijk duur. En dan kan het net niet uit. En dat betekent dat wij daar nog wel eens geld bij hebben gedaan. Dat is op zich niet zo erg. Omdat je toch doet wat je graag wilt. En je wilt wat voor de mensen betekenen vooral. Maar zo'n cursus, is dat therapie ook voor een aantal mensen? Of is het gewoon, of kun je er ook mee experimenteren? Hoe ervaar je dat? Hoe bedoel je dat? Nou, dat ze zich bezig zijn bij met klei of een andere techniek en dat ze dat gewoon fijn vinden. Maar ook wel dat je echt een beetje les kan geven. Ja, dat dacht ik ook. Ja, nou, vrijdag niet. Vrijdag is vooral voor mensen die beperkt zijn. En dan praat ik niet over mensen met een beperking, maar die beperkt zijn. Ja. Ja. En de dinsdagmiddag en dinsdagavond is voor mensen die gewoon bezig willen zijn. En vaak zijn er toch al mensen die, die wat ouder zijn, maar ook wel mensen die minder draagkrachtig zijn. Dus we zitten ook niet hoog in de boom met contributie, om dat zo maar te noemen. Daar wil je ook rekening mee houden. Natuurlijk. Daar wil ik ook rekening. Ja. Het moet een sociaal iets zijn. Ja. En mensen gewoon aan gang houden, een beetje bezig houden. En hoeveel mensen komen op dat sociale gevoel af?
Door de hele week. Door de hele week 15 ongeveer. Ja. 15 tot 18. En dat ongeveer. Wordt een vast groepje of. Nou ja, of wat ze... ik zeg, drie keer. En de mensen hebben de vrijheid om. Om te wisselen wanneer ze willen. Als ze de middag niet kunnen, kunnen ze de avond. Of ze kunnen op de vrijdag komen. Ja. En daar maken ze ook behoorlijk gebruik van. Ja. En kan het uitgebreid worden? Dat je zegt, er kunnen er nog wel 18 bij? Nou, dan kunnen in ieder geval kunnen we het uitbreiden tot 8. 8 tot 9. En dan betekent het dus dat je tussen de 25 en 30 zit. En dan kunnen we nog dezelfde tijden. Want hier is nogal wat te doen. Dus je kunt er niet zomaar tijden bij krijgen. Ja. Maar ik zou... We zouden nog kunnen uitbreiden naar een ochtend. Als er dames zouden zijn die zeggen van... Welke technieken worden dan vooral kiezen mensen? Schilderen. Schilderen is één en klei is een ander. Ja. Oké. Okay. En dat schilderen... En dan beide kanten uit. Ja, schilderen doen we toch verschillende dingen wel tonen, ook wel met de kleien. Mm-hmm. Ik doe portretschilderen, we doen wel landschap. Sommige mensen zijn ook gewoon abstract bezig hoor. Ah, ja. En we doen alles door elkaar. Ah, ja. Waar de mensen behoefte aan hebben. Het gaat maar om de mensen, niet om wat ik zelf wil. Want dat moet ik zelf bezig gaan. En het gaat ook, zoals jij zegt, om gewoon op een leuke manier met elkaar bezig te zijn en de gesprekken te voeren. Ook en, dat. Ja. En vooral zo sociaal mogelijk. We hebben nu sinds kort een dame die is met wat mensen. Merk je daarvan? Als je dat zo doet? Dat mensen dan dat plezierig vinden om... Ze vinden het plezierig, maar vullen elkaar aan. Sinds kort hadden we een dame die heeft een hersenbloeding gehad. En die heeft nou in het gezeten, revalidatiecentrum. Maar ik heb ook sinds kort er een dame bij die heeft in de wijkverpleging gezeten. En... Gisteren kwam die ene dame die dus die hersenbloeding heeft gehad, die kwam even binnen. En even van, goh, hoe gaat het hier? En ik ben weer gedeeltelijk gerevalideerd. Er kwam ook die wijkverpleegster, die elkaar eigenlijk niet kende, gelijk bij. Ze zei van, goh, hoe gaat dat nou? En, weet je, dus je krijgt een heel ander soort gesprekstof. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk. Nou ja, je geeft mensen een omgeving waarin ze hun verhaal kwijt kunnen en waarin ze zich gewaardeerd voelen. Ja, dat. En vrijdags dan lunchen we ook met elkaar. Kijk aan. Dus we zorgen altijd voor een klein lunch, een beetje soep en een warm hapje erbij en zo. Wat goed. Doen jullie dat goed, hé? Ja, maar dat doen we eigenlijk al jaren. Ja. Dat vinden we heel belangrijk. Ja, vrijdag. Dat is eigenlijk... heel belangrijk, want ik bedoel, dan gaat het je niet meteen om dat creatieve bezig zijn, maar dat gaat ook vooral om als ontmoetingspunt en een stuk verbinding. Sociaal bezig wat je met, een stuk verbinding wat je met elkaar, met elkaar schept. En, waar staat in het atelier anders dan nu? We hebben eigenlijk dat sfeer wel gewoon mee kunnen nemen, alleen je bent in een andere sfeer, dat is het enige verschil. Maar dat sfeer wel. En we kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd. Er gaat af en toe iemand weg en er komt dan af en toe iemand bij. Dus je houdt eigenlijk de groep redelijk intact. Ja. Heb je ook zicht dat er jongeren interesse voor hebben? Of? Nee. Nee, hè? Nee, niet echt. Dat is, dat is eigenlijk jammer natuurlijk. Dat vind ik jammer. Ja. En ik weet ook niet hoe je ze bereiken moet in die zin. Ja. Ik heb een beetje het gevoel... Ja. Ik wil niet iedere keer aan het woord zijn. Ik dacht dat je deze keer wel Ik heb een beetje het gevoel dat doordat cultureel het allemaal afgebroken is, hè, dat er op scholen gebeurt te weinig creativiteit en zo. Dat daardoor de jongeren ook niet geïnteresseerd zijn. Of weinig geïnteresseerd zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Ook omdat het niet gevoed wordt op de scholen. Ja, maar er zijn behoorlijke subsidies en er wordt veel tijd ingestopt. In kunst- en cultuureducatie. Ja, en daar worden hele. Ja, nogal wat kunstenaars zitten daar ook in en mogen daar dat uitwerken op voortgezet onderwijs. Vooral op basisscholen is dat aan de hand. Maar daar hebben jullie geen connectie mee, daar hebben jullie geen verbinding mee. Nee, weinig. We hebben wel eens op eigen initiatief gedaan. Ja.
En, maar dan ook weer omdat je zelf een contact had via kleinkinderen en dan naar de school gegaan. Van God, kunnen we wat betekenen. Ja. Maar daar hebben we verder geen connecties mee. Nee. Een beetje lekker vergelijking maken. Als nou morgen een leuke lezing is van een econoom in Hengelo of Borne. Ja? Zou jij er naartoe gaan? Een econoom? Ja. Nee. Nee, maar ik wel. Ja. Ja. Ik heb dan economie gedaan. Ja. En dan is het interessant om dat te gaan luisteren, want dan weet je waar het over gaat. Ja. Wie gaat er nou in godsnaam naar een museum toe als je niks van schilder of beeldhouwer weet? Dat weet ik niet. Ik denk toch wel dat mensen op een gegeven moment nieuwsgierig zijn. En toch willen gewoon van wat ze daarvan af weten, willen geconfronteerd willen worden met wat ze aan kunst daar zien of zoiets. Dat ze niet meteen... Ik denk dat het erg tegenvalt. Ja, maar er zijn wel mensen die inderdaad gewoon naartoe gaan, maar het kan ook hele andere redenen hebben. Tenminste, als je nagaat wat er bijvoorbeeld aan mensen op dit moment naar Museum Twente, vanwege de tekeningen van houtskool die daar waren. Ja, dat zijn er nog wat. Ik schrok ervan. Ik vond het wel bijzonder. Je was aangenaam verrast. Ja. En maar, ik bedoel, dat zijn ook nog wel kunstenaars die... Nou, het is eigenlijk niet zo'n bekende techniek dat is. Het is er heel groots op gezet. Maar er gingen heel veel mensen naartoe. Maar even los daarvan. Bedoel, als je nou zegt, dan zou je niet voor naar een atelier gaan. Nee. Snap je? Ja. Dus je kunt natuurlijk wel naar een museum gaan, maar een museum wordt pas interessant als je zelf hebt geschilderd, dan is het naar een museum gaan waar schilderijen hangen leuker dan wanneer je nooit gedaan hebt. Klopt. Als je wat van tekenen af weet, is het leuker om naar een expositie te gaan over tekenen dan wanneer je het niet hebt gedaan. Ja. En dat wil niet zeggen dat er geen uitzonderingen zijn, maar ik denk dat wel. Mm-hmm. En je moet natuurlijk wel reageren, Gerard zei het net ook, als ik me niet vergis, in 2010 is er ooit een minister geweest, die heeft een nieuwe landelijke cultuurnota geschreven. Ja. En daar werd eigenlijk gezegd van, cultuur moet ze maar zelf zien te redden, het moet gewoon gecommercialiseerd worden. Ja. Vanaf dat moment... Maar dat is al helemaal veranderd. Even los daarvan, vanaf dat moment is de interesse erin helemaal weg. Ja. Althans vanuit de overheid, terwijl eigenlijk tot en met... Maar men weet tegenwoordig dat kunst en kunstenaars, dat onderdeel is van gezond leven. En van gezonde interpretatie en van verder kijken dan alleen en van verbinding zoeken. Ja, en met elkaar gesprekken beginnen. Ja, binnen de groep waar jij je misschien in beweegt wel, maar daarbuiten niet. Nee, goed, maar... En dat zie je dus ook als je nou, ja goed, we hebben ook contacten met basisscholen, maar als je kijkt hoe droevig het is dat die mensen eigenlijk op de pedagogische academie tegenwoordig PABO heet dat. Ja. Die krijgen 1 of 2 dagen, soms krijgen ze iets aan creatieve vakken, hebben ze alles gehad, krijgen ze een aantekening, is klaar. Mm-mm. Je moet mij niet vragen wat die leerkrachten moeten gaan doen als ze iets creatiefs moeten gaan doen. Nee, daar hebben ze geen handelingsverlegen. Ja. En dat kun je die mensen niet. Maar dat doen ze ook niet meer, want ze huren allemaal kunstenaars in. Of ze huren andere mensen in. Ja, maar de vraag is natuurlijk of je, als je een kunstenaar ingehuurd hebt, of je dan iets aan kunst hebt gedaan. Dan heb je een kunstje gedaan, denk ik wel eens. Ja, misschien een beetje flauw gezegd, maar... Okay. Maar wil niet zeggen dat het niet toevoegt, maar het blijft dan, het is dan een activiteit en daar is mee klaar. Ja, ja. Het blijft niet hangen, het beklijft niet, hoeft ook niet. Want nee, hoeft ook niet, maar... Het is belangrijk om rekenen en taal te doen, dat is ook goed, dat is ook belangrijk. Ja. We moeten er een beetje afstaan, maar wat verwachten jullie van de toekomst, van jullie hele goede en prettige manier van mensen benaderen en daarmee bezig zijn? Wat wensen jullie je nog? Nou ja, dat wil ik nog even doordoen, omdat we dan wat voor mensen betekenen. Het is toch een behoorlijke groep waar je wat voor betekent. En zolang we het nog kunnen, dan gaat het ook nog. Ja. En verder zien we wel wat de toekomst brengt. Iedereen is welkom. Er wordt helemaal niks van je verwacht in die zin. Nee. Doe gewoon mee, kom kijken. Kom kijken. Op vrijdagmiddag. Wat kunnen we voor je betekenen? En wat kunnen we? Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ik ga altijd van de mensen uit. Ja. En wat ze zelf graag willen. Ja. En daarom geven we ook niet zo gestructureerd les. Nee. En dat is hier op vrijdagmiddag en dinsdagmiddag? Dinsdagmiddag, dinsdagavond en vrijdag eigenlijk. Vrijdagmorgen en een stuk van de middag. Ja, tot van zeg maar 9 tot 2. En dan lunchen we om 12 uur.
Maar dat, ja, zo werkt dat ook. Maar in het verlengde van jouw opmerking heb ik wel wens hoor. Mm-hmm. In de zin van dat ik zeg van, ik zou het wel heel erg belangrijk vinden dat binnen een plek als Borne, maar dat geldt voor heel Nederland eigenlijk, maar laat het binnen Borne houden, dat je van mensen op een gegeven moment weer zeggen van, het is hartstikke leuk om met kunst bezig te zijn. Mm-hmm. En niet alleen beeldende kunst, waar wij mee bezig zijn, mm-hmm. maar je praat ook over muziek maken, je ja. praat ook over toneels, je ja. praat ook over gedichten schrijven. Dat mensen die dingen weer oppakken en zeggen van, dat is gewoon heel goed voor mij. Goed. En goed voor de omgeving. Zo sluit ik het mooi af. Ja. Ja. Dank je. Goed. Bedankt. Graag gedaan. En dan sluit ik het bij jou. Ja. Heerlijk bedankt. Ja, ik wens jullie ook van harte bedankt. Borne in Beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl.